Hallo, ik ben Jan-Willem van voorbertel.nl. In de volgende videoles gaan we kijken naar chemisch rekenen. En werk ik met een rekenvoorbeeld dat vooral terugpakt op mijn vorige uitleg, waarin we keken naar een standaard manier om chemisch rekenen aan te pakken. De opgave die ik in deze videoles behandel is een simpele. Namelijk, stel ik heb 10 gram waterstof. En deze reageert met 64 gram zuurstof. Hoeveel water zal er uiteindelijk ontstaan? Stap 1 in dit geval is altijd: schrijf de reactievergelijking op. Dus ik heb waterstof en ik heb zuurstof, wat samen reageert tot water. Nou, stap 1, waterstof plus zuurstof wordt water. Wat zijn de verhoudingen? 2 van die plus zuurstof worden 2 van deze. Tweede stap is mijn beginreactie. Eind hoeveelheden in mollen uit te gaan zoeken. Omdat ik hier grammen heb staan, kan ik daar helaas niks mee. Ik heb gelukkig grammen staan, dus ik kan wel het volgende zeggen. Ik kan kijken naar het aantal gram dat ik heb. En ik kan kijken naar het aantal gram per mol dat deze stof is. Ofwel de molmassa, maar ik vind het zo iets sneller opschrijven. Ik werk even met afgeronde getallen. Dat gaat sneller. We gaan niet op precisie werken in deze uitleg. Oké, 10 gram waterstof. En waterstof is H2. Oftewel, ik heb 2 keer 1,008. Dus ik heb afgerond 2 gram per mol waterstof. En dan gaat het echt om die H2 die ik heb. Dus ik heb 2 keer een H'tje. Nee, dat maakt het onduidelijker. Ik heb 2 H's in 1 waterstof zitten. Klaar, doe het er maar mee. Oftewel 2 gram per mol. Zuurstof heb ik 64 gram van. En O2, 1 O16. Gram per mol of 16 U. Dus O2 is 32 gram per mol. Dit kun je ook terugvinden achter in je BINAS, tabel 99. Maar dit zijn dingen die je eigenlijk uit je hoofd zou moeten kennen ondertussen. Dit is namelijk uitleg voor HAVO 5, VO 5, deze stoffen moeten in je kop zitten. Goed, 10 gram, 2 gram per mol. Betekent, 10 gram heb ik, 1 mol weegt 2 gram, dus ik moet wel 5 mol waterstof hebben. 64 gram, 32 gram per mol, dus ik moet wel 2 gram zuurstof hebben. Reactie is 2 op 1. We komen nu namelijk op het punt dat we met reacties gaan spelen. Nou, reactie 2 op 1, dus het zal ook zijn 4 op 2. Meer dan 2 mol zuurstof kan er niet reageren. Dus daar zal de reactie ophouden. Nou, ik begin met 2, er reageren de 2. Dus ik eindig met niks. Ik begin met 5, er reageren de 4. Dus ik eindig met 1. En ook weer, en dat is omdat we alleen maar op het niveautje reactie verder gaan kijken, kunnen we ook zeggen: ik begin met 2 H2's en er komen 2
zuurstof uit. Dus ik begin met 4 H2's. Dan moeten er ook 4 H2O's uitkomen. Ook al begon ik met niks. Waardoor ik uiteindelijk ook 4 mol H2O ontstaan heb. Goed, laatste stap in het geheel. Ik heb 4 mol H2O. H2O, oftewel water, is 16 plus 2 is 18 gram per mol. Deze twee gegevens samen zorgen dus voor dat ik zeg 4 mol van 18 gram per mol is 4 keer 18 is 72 gram. Kan dat? Ja. Uiteindelijk 72 gram water is ontstaan. Goed, dit was een eerste rekenvoorbeeld. Dit soort dingen zijn eigenlijk veel fijner om te oefenen in plaats van te kijken naar filmpjes. Ik vind het ook eigenlijk veel prettiger om iemand een opgave te geven en dan te kijken wat maakt hij ervan, waar loopt hij vast en dan af en toe hints te geven. Kijk in ieder geval binnenkort voor oefenopgaven op voorberta.nl bij scheikunde chemisch rekenen om een aantal oefenopgaven te bekijken. Voor persoonlijke uitleg kijk op de website voorberta.nl voor bijlessen. Ik hoop dat je al wel iets aan deze video gehad hebt. En ik wens je succes met het maken van opgaven die hiermee te maken hebben. Ik ben Willem van voorberta.nl. Bedankt.